En als de heer Omtzigt zegt, ja, er zit een mechanisme achter en ik denk dat die groter zijn dan mijn persoon. En er wordt druk uitgeoefend en dat zal niet alleen mij gebeurd zijn. Dan zou ik toch wel graag willen weten, wat is die druk? Ik had dat niet in dit debat willen doen, maar ik kan nu twee voorbeelden geven. SP. Ja, voorzitter. En zonder iets af te willen doen aan collega's die hier zitten en die wel ook in coalities achter gesloten deuren met de vuist op tafel hebben geslagen, weten we ook allemaal in dit daar wil ik helemaal niks aan afdoen, maar tegelijkertijd erkenning geven aan hoe cruciaal het was dat de heer Onzicht bij toeslagenschandaal natuurlijk het verschil heeft gemaakt, voorzitter. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet niet hoe dat is hier in een coalitie zitten. En als de heer Omzicht zegt, ja, er zit een mechanisme achter en ik denk dat die groter zijn dan mijn persoon, en er wordt druk uitgeoefend, en dat zal niet alleen mij gebeurd zijn, dan zou ik toch wel graag willen weten, wat is die druk? En hij heeft natuurlijk al iets gezegd over plekken op kieslijsten, maar hoe ziet dat eruit? Dank u wel, de heer Omzicht. Ik had dat niet in dit debat willen doen, maar ik kan nu. Twee voorbeelden geven. In 2010 zat ik in een coalitie die ernstig iets wilde doen aan de bijstand. En ik had in de vergadering die ging over het regeerakkoord bezwaar tegen die maatregelen gemaakt. Ik zat niet in de fractie, ik zat er nog buiten, maar ik zal als opvolger inkomen. En ik heb toen gezegd dat ik ben het niet eens en ik heb overigens in die vergadering niet ingestemd met het regeerakkoord. Toen dat wetvoorstel kwam, ging over de kostendelersnorm. Toen heb ik gezegd: ik heb daar niet mee ingestemd. En dat heb ik samen met een aantal andere collega's gedaan. Dat leidde tot groot gedoe achter de schermen. En hoewel ik een grote achterban had, kwam ik in 2012 niet meer op de kieslijst bij het CDA. Het tweede voorbeeld dat ik u kan noemen is na het verschijnen van de POC. Na het verschijnen van het rapport van Van Dam. Was het was de vraag die mij gesteld werd door alle CDA-ministers en staatssecretarissen bij elkaar, of wij gezamenlijk een besluit konden nemen of het kabinet kon blijven zitten of niet. Daartoe werd ik in de vergadering geroepen, waarop mijn antwoord was: dat is een zeer vreemde vraag, want de ministers en staatssecretarissen gaan niet over mijn stemgedrag als kamerlid. En overigens heeft u mij ook nog wel een paar dingen uit te leggen. Toen ik duidelijk gemaakt had dat ik niet van tevoren wenste aan te geven dat ik niet zou meegaan met de motie van wantrouwen. Ik heb overigens ook niet gezegd dat ik het wel zou doen. Toen is minister-president Rutte met een appel op de fiets naar het paleis gefietst. Dank u wel. Dit en dat was toen omdat er een meerderheid was van 75 om 74 zetels. Een van de FVD-zetels was onbezet. En daarmee had men een bepaalde. Angst. Voldoende uitgewisseld, mevrouw Bekkerman? Nou ja, voorzitter. Kijk, ik denk dat dit ervaringen zijn die, die fundamenteel zijn voor ook je eigen rest van je persoonlijk leven. En dat, ik kan me voorstellen dat anderen dat ook hebben. Ja, dit, dit debat, zeker ook Groningen, merk ik gewoon dat raakt ons allemaal ook voor, uh, voor ons eigen uh, bestaan. Voorzitter, en ik ben wel heel erg benieuwd uh, naar de oplossingen hiervoor. Uh, van de heer Omtzigt. Want, um, Volgens mij zou de heer Omzicht daar nog uh, in ja. verder in zijn betoog aan toekomen. Klopt dat, de heer Omzicht? Uh, uh, ja, goed. Dat kan ja, ik hier doen, verder? Dat vind ik erg uh, omdat... Dit soort druk, maar ook dit soort um, machinaties, er natuurlijk he, toe kunnen leiden dat we hier niet voor de laatste keer staan um, met zo'n rapport en zulke soort aanbevelingen? Ik zal de rest laten doen, maar in mijn beleving. Dient een ander kiesstelsel in Nederland ingevoerd te worden. Waarbij het meer de lokale afdelingen zijn die iemand hier naartoe sturen. Dat was ook de oorspronkelijke bedoeling in de grondwet van 1848. Waardoor er meer een binding ontstaat tussen de bevolking van een regio. De vraag is of Groningen of Groningen en Drenthe dan samen één district zouden zijn, maar dan kom ik op de techniek. Omdat je dan ook een betere regionale vertegenwoordiging hebt. Om u een ander voorbeeld te geven, ik kom zelf uit het Twente, zoals u weet, en na de verkiezingen kwamen er uit Twente en de achterhoek samen één kamerlid ondergetekende, en het Amsterdam kwamen er 25. En de gebieden zijn wat bevolkingsaantallen betreft buitengewoon vergelijkbaar. Ja, ik zie de heer van der Lee lachen, want hij komt oorspronkelijk uit de achterhoek, maar de huidige woonplaats, de huidige woonplaats. Er zijn ook een heleboel Amsterdammers die daar behoorlijke import zijn, zeg ik maar meteen erbij. Um, dus wij hebben, we letten altijd heel veel op diversiteit en inclusie. Maar de diversiteit over de, um, over de regio's is in Nederland nou, beneden de maat. Dank u wel. En dat heeft ook meegespeeld in dit dossier. Laat ik zo zeggen: waren deze bevingen in Scheveningen geweest? Dan hadden we dit debat vijf jaar eerder gevoerd. De heer Van den Ja, even kijken hoor. Ja, het is te respecteren dat uh, de heer Omtzigt hier zijn persoonlijke ervaring uh, deelt en zijn verhaal. En ik vind het ook uh, prima dat hij de vraag stelt zoals hij die heeft gesteld aan de commissie. Dat kan gewoon. Alleen wat ik wel wat lastiger vind, waar ik enige moeite mee heb, is dat hij toch... En daar is hij slim genoeg voor om te weten dat dat zo is. Een drogreden gebruikt als het gaat om de heer Taverne, mijn oud-collega die zich hier niet kan verdedigen. En daarom neem ik het daar toch eventjes voor op. In de zin van, hij zegt ja, eerst gebeurde dit en toen gebeurde dat. Dus daar zit een oorzakelijk verband tussen. Dat, uh, ja, zou ik hem toch willen vragen omdat dat uh, hier, uh, nou ja, enigszins te nuanceren. Want dat... Uh, Kijk, zo'n lijstproces is altijd uh, een. Het uh, blinkt niet uit in transparantie. Dat uh, geef ik meteen toe. Maar om zomaar te zeggen dat hier het een op een het een volgt uit het ander, uh, vind ik ook wel erg kort door de bocht. Zeker omdat de persoon in kwestie hier niet is. omzicht. Ik neem daar nota van. Ik neem er ook nota van dat mijn collega's en de voorzitter. Het opnemen voor afwezige Kamerleden, dat hoeft overigens niet voor het tweede lid dat ik genoemd heb, want die heb ik geprezen. Maar ik wil er toch één nuancering bij zeggen van wat ik van u gemist heb. In de debatten in april, die helemaal over mij gingen, is er vijftien uur lang niemand hier naar de interruptiemicrofoon gegaan en gezegd zullen we het niet over u hebben. En als u vraagt wat heeft diepe sporen nagelaten, dan is dat het geweest. Ja. En dat heeft ook diepe sporen nagelaten, niet alleen bij mij persoonlijk, maar ook in de, hoe ik mij tot, tot bepaalde mensen verhoud. Ja. Maar ik hoor wat u zegt. Ik kan u alleen wijzen op een hele grote stapel krantartikelen, waarin heel duidelijk is dat er een groot aantal fractievergaderingen van de VVD geweest is, in het geheim. En terecht overigens, in die zomer. Van 2015 over het derde noodpakket, waarin er eerst wat meer mensen kritisch stonden en na een interventie van de minister-president er nog één overbleef. Daar, is... ja, daar zijn harde discussies over gevoerd. Die kan ik bewijzen. We gaan weer terug naar het onderwerp, stel ik voor. Ja?